Ik ga het dus hebben over hoe je resultaat kunt bereiken met zorginnovatie. En het resultaat wat we bereikt hebben is een hogere vitaliteit bij een groep van 51 zorgbewoners in een licht intramurale instelling. Daar hebben we 26% hard nu bezuinigd. Dat kan heel eenvoudig nog richting 40% opgeschaald worden, maar daar kiest men nu nog even niet voor, maar die liggen wel voor het grijpen. Dat hebben we gedaan met een nieuwe manier van zorg innoveren. De duurzaam beter zorginnovatiemethode, straks meer daarover. Gebaseerd op best practices en algemene innovatieprincipes. En een hoop denkwerk. En daarnaast evidence gebundeld in 8 vitaliteitsdomeinen. Die aanvullend op de huidige zorg een nieuwe manier van zorg en een nieuwe manier van leven geven. De bereikte resultaten nog wat verder uitgesplitst. Nou, vitalere en gemiddeld iets tevredener zorgvragers. En de helft van de zorgvragers, de cliënten, die zijn een stuk tevredener. En de andere helft heeft nog moeite met de verhuizing en de verandering van cultuur. Zorgverleners zijn zonder uitzondering zeer enthousiast over hun eigen autonomie, over die van de cliënten. Over wat ze allemaal nu meer kunnen, wat ze vroeger niet meer konden. Besparing genoemd, het komt uiteindelijk neer op €6.000 per jaar per cliënt. Die vitaliteitsdomeinen die bestonden nog niet. Niemand had dat nog ontdekt. De zorg op dit moment is niet evidence-based, maar opinion-based. Nou, niet een goede, gezonde situatie. En we hebben die duurzaam beter zorginnovatiemethode aan de praktijk verder doorontwikkeld. Oei, je moet nog wachten tot die klaar is ook. De vitaliteitsdomeinen. Nou, zoals al zei, die zijn gebaseerd op basisdomeinen. Dus we gaan gewoon door met zorg verlenen. Maar er zijn 8 nieuwe aandachtspunten daarbij. En die zorgen er eigenlijk voor dat de zorgvraag in die basisdomeinen afneemt. Dus het begint allemaal bij zingeving, dat mensen een belangrijke reden hebben om uit hun bed te komen. En dat zijn geen hoogdravende dingen, maar de kleinkinderen, Ajax, dat soort dingen. Als je mensen daarop aanspreekt, dan is die dag al een stuk makkelijker op te starten. Autonomie is het laaghangend fruit. Daar kunnen we, dat is de motor achter veel van de verandering die is plaatsgevonden. Ja, de rest van de dingen spreken denk ik redelijk voor zich. Sociale participatie gaat om de kleine kringen. En maatschappelijke participatie is nog wel een hele leuke, omdat eigenlijk doorwerken aantoonbaar veel gezonder is. En we daar dus onze maatschappij heel anders door kunnen gaan inrichten. 2 voorbeelden van de vele honderden onderzoeken die hier aan de grondslag hebben gelegen. 2 keer Dan. Dan Buettner is de man achter Blue Zones. Blue Zones zijn 6 gebieden in de wereld waar mensen gemiddeld 90 worden, veel langer, gezonder leven. Als ze doodgaan, gaan ze een stuk sneller dood, wat niet alleen lijden bespaart, maar natuurlijk ook nog een stuk in de portemonnee scheelt. Dan Pink is een man die heel veel motivatieonderzoek heeft gedaan, aantoont dat, surprise, surprise, het bonussysteem niet helemaal werkt en autonomie leren en zingeving wel. En als je die bijvoorbeeld op TED.com ziet, dan kun je zien hoe leuk evidence is. De duurzaam beter methode, de methode die we verder hebben ontwikkeld voor innovatie, bestaat uit 3 stukken. Het eerste is een informatiestuk, het tweede is de ontwerpfase en het derde is de implementatiefase. Co-creatie speelt hier een belangrijke rol. Co-creatie in eerste instantie met de zorgverleners, waar mogelijk met de cliënten, maar dat is nog een lastige. En meelopen is in die informatiefase het belangrijkste bron. Dat je op de vloer met de mensen gaat kijken wat ze echt doen, wat er echt bij die cliënt speelt en hoe dat eventueel anders zou kunnen. Het tweede, de maatschappelijke business cases kun je dan maken op basis van die meeloopverslagen. En dan ga je herontwerpen en als laatste kun je dan met ervaringsleren, theater, coaching, de zorgverleners vertellen hoe het zit en hun dat opnieuw laten ontwerpen. Hoe gaan we verder? We zijn die 8 vitaliteitsdomeinen aan het verdiepen. We hebben zelfredzaamheid er nu heel goed in zitten, maar er zijn er nog 7. We gaan het verbreden. We gaan nu bij de psychogeriatrische zorg, de somatiek en de thuiszorg ook aan de gang. Andere zorgorganisaties tonen interesse. We gaan de ICT bij Opella, waar ik ook werk, helemaal omgooien richting ondersteuningsbehoeften. We gaan leuke publicaties maken over de vitaliteitsdomeinen, over het project. Dat ook weer ervaringsgericht met video's, zodat je niet mij kan horen praten, maar vooral de zorgverleners, want daar gaat het om.
En een leersysteem maken, zijn we aan het maken om ook andere mensen in staat te stellen om organisaties hierbij te helpen. Dat was mijn verhaal.